Klootzak. Bakken? Rustig, man. Hey, we gaan een rondje rijden. Ga ouwe hoeren. Gaat het goed? Ja, lekker man. Lekker man, leuk dat je een auto kon had. Ja, toch? Mooi. Ik had je al zo lang geleden een bericht gestuurd, hè? Ik zag het nu pas net. Of ik zag het zeg maar. Ik ging even kijken op je ding. Ja. En toen zag ik dat je me inderdaad al tijdjes geleden een bericht had gestuurd, man. 2019 of zo, januari 2019. Heb je weer een andere kapsel? Ja, man. Hoe vaak verander je dat? Ik heb het nu afgelopen 2 weken 2 keer anders gehad. Dus 1 keer in de week verander ik het. Mooi, man. Jij hebt te veel tijd, hè, nu? Ja, je hebt te veel tijd, hè? Echt, hè? Bro, man. Het is weinig te doen, man. Het is wel saaier, ja. Ja, hè? Word je er niet gek van? Nu gaat het weer. Nu heb ik wel een soort van. Ik zoek gewoon naar nieuwe uitdagingen. En ik heb er nu eentje gevonden. Ja. Dus nu ga ik lekker. Maar ik had wel toen ik laatst terug van Curaçao. Ja. En dan kom je weer terug en dan moet je weer een soort van, je weet toch, je shit gaan doen. En ik kon gewoon niks doen. Nee. Ik kon geen shows gaan voorbereiden, ik kon geen... Niet wat je gewend was. Hè? Nee. Kijk, je kan in een studio, maar na een tijdje denk je ook van ja, mijn main music, wat ik nu eigenlijk niet echt kan droppen, is muziek voor in de clubs, toch? Ja. Dus ja, dan zit je daar weer, ben je ook weer klaar met al die soort van R&B ballads die ik dan nu de hele tijd aan het maken ben. Dus ja. Ja, je moet wel wat, je moet bezig blijven, anders gaat het niet goed, joh. Toch? Dat moet je. Dat is precies wat het is. Ja. Alleen ik had dus even 2 dagen, maar toen dacht ik van, hé, ik ging gewoon een beetje zoeken en ik ben nu met mijn nieuwe release, die Angel met Numidia. Ja, die is vandaag uitgekomen, toch? Die is nu, ja, dus ja. Ik weet niet wanneer dit online komt, maar ga streamen. Volgende week. Ga die motherfucker streamen. Maar toen was ik heel veel op TikTok bezig, omdat ik dacht van, oké, ik ga deze pokoe ga ik pushen op TikTok. Ja. Om even te kijken wat dat doet, weet je wel. En toen zag ik in één keer dat traag weer heel erg. Echt een... Ja, goed bekeken, ja, ik, het viel me op en toen gingen we de statistieken bekijken. Toen bleek het dus echt dat het per week, de ene week waren er 85 dansjes opgemaakt. En in één keer die week daarop 400.000. Oh, maar echt van 85 naar 400.000? Ja, van 85.000 naar 400.000. Ja, ja. Dus die 85 die vielen bij al op. En toen zijn we het in de gaten gaan houden met het label. Ja. En nu denken we wel van, misschien moeten we hem gewoon in het Spaans doen, snap je? Want al die TikTokkers die het doen, komen voornamelijk van Mexico, Colombia, ja, gewoon Zuid-Amerika en een beetje Miami en zo, waar gewoon heel veel Spaanstalige mensen wonen. Dat komt door die beat toch, denk ik ook. Die beat en die papi. Ja, papi. En gewoon die geluiden, die klanken, ze vinden het dope. Want ik ben toevallig wel, net voordat Amerika dichtging, toen was ik in Miami. Ja. Met de producer van Balvin. Ja, ja. Omdat hun dat heel vet vinden wat ik doe, dat lui is. Die geluiden, zeg maar. Dus dat, die klanken, die chillen ze gewoon op, zeg maar. Ja. Maar ik hoop dat het dus nog meer kan doen als ik het nu ga vertalen in het Spaans. En ik ben dus nu gewoon, eigenlijk heb ik gewoon een uitdaging. Want ze waren ook net aan het filmen, toch? Ik ben het gewoon aan het documenteren. Oh, om ja, te ja. kijken of het lukt om in Spanje, of tenminste in Latijns-Amerika, gewoon. Ja. Gewoon door te breken. Oké, dus je bent nu aan het filmen, zeg maar een soort documentaire over jezelf. Ja, als het niet lukt, drop ik het niet natuurlijk, die docu. Nee. Maar als het lukt, is het sick. Want dan kan je helemaal zien hoe het is tot stand gekomen. Want ik ben gewoon het een beetje gaan checken van, kan ik het überhaupt? Ja. Weet je wel, die busy sound saus in het Spaans. Dan ben ik eerst gewoon met Google Translate, want ik kan niet goed Spaans. Nee, ik ook niet. Nee. Dus je zat gewoon echt met Translate. Maar ik weet trouwens niks van voetbal. Ja, ik ook niet. Niet meer. Nee, maar heb jij in Spanje ook gevoetbald? Nee, Italië. Oh, Italië. Ja, Italië. Kan je wel Italiaans? Ja, een beetje wel. Nee, ook niet zo heel goed, hè. Ik ging met zo'n boekje altijd, hoe en wat. Italiaanse chicks scheren een kut niet, hè? Nee man, die hebben zo'n bos erop. Ja, dat heb ik wel eens. Daarom deed ik altijd die andere, die Poolse hoedjes zo, liet ik wel komen. Die Poolse, ja. Nee, ik had wel een paar, hè, die wel goed geschoren waren. Maar dat was, die had je opgevoed?
Ja, die had ik gewoon opgevoed, ja. Eerste keer kwamen ze zo bos krullen en de tweede keer waren ze skinhead. Netjes. Dat je een vlog gaat na de eerste keer. Hoe weet jij dat dan, dat ze hun kut niet schreeuwen? Echt in een vorig leven heb ik een keer een vakantie gewonnen naar Kos. Ja? En daar waren, de kosten is niet zo heel, ik was heb in die tijd. Oh, Charles man, thanks. Maar het is niet zo populair bij de Nederlanders. Er waren heel veel Italiaans, maar Italiaanse chicks zijn wel mooi. Ja, maar zijn moeilijk ook. Nou, ze waren niet zo moeilijk, maar het ding was meer dat ik gewoon al op het strand dacht van. Zag je dingen ertussen? Heeft ze nou een pik of heeft ze gewoon een hele bos haar, zeg maar? Ja, gelukkig was het laatste dik, omdat hij dik was. Door ja, dat haar. Echt, de broekje stond echt op onder druk, weet je wel. Ja. Die van jou ook. Mijn broekje ook, maar toen even niet. Toen kreeg ik even time-out. Ja, ja. Maar het waren mooie meiden, maar dat waren echt twee hele nare situaties. Want ik kwam er inderdaad daarachter dat ze dus inderdaad niet schoren daar. Ja. En dat ze best wel Mussolini-type beat zijn daar. Oeh, ja. Dus ze deed de portemonnee open, want... Ik was gewoon met z'n allen te oude hoeren met die wijven en we waren gewoon op het strand en ik was gewoon met homies en we zaten gewoon van alles. En toen gingen ze, zei ik van leer mij Italiaans. Dus toen wilden ze me, en toen gaf ze me een boekje uit haar portemonnee om te lezen. Yeah. En dat was echt, het ging over Mussolini en ik zie gewoon die motherfucker zo met zo'n Hitler groet. Dat is niet normaal, jongen. Vooral als je in Rome komt en zo, weet je, wat zij lukken in Italië, dan zijn ze helemaal van die kant. Super weird. Het was echt fucking weird. Ik stond echt zo van, wat? Ja. Toen heb ik, dus die bos haar heb ik niet eens gezien. Nee, weg. Maar ik had het wel gevraagd, want ik moest het wel vragen van mezelf. Van, je moest het weten? Ja, tuurlijk, ik moest het weten, ja. Het was echt zonde, want het waren echt, ja, mooie, waren vrouwen. Echt mooie vrouwen. Ja. Ja. Het waren echt heel zo bruin, alsof ze gewoon door de karamel waren gehaald. Ja. Gewoon glimmend bijna, ja, weet je wel. Dat is ook wel eens, ja. Ja, dat weet ik dus niet. Hey, ik heb je docu gezien, man, op Videoland. Zo, ja, heftig. Het is heftig, ja. Ik vond het wel heftig, man. Ja, het was ook wel in een tijd dat ik minder goed in mijn vel zat dan nu, hoor. Ja. Het was echt in een andere periode in mijn leven of zo. Okay. Nu heb ik wel veel rust door corona en jij hebt ook wel volgens mij een soort van gekke shit gehad, toch? Ja. Dat je ook wel met jezelf een beetje voorbij liep. Echt en wel. Zo. Dat was het basically. Stress, jongen. Helemaal gek. Wist niet meer hoe of wat. Ja, dat had ik ook. Ik was gewoon maar aan het doorwerken. Ik stond ook niet stil bij wat ik had of hoeveel ik had. Ik dacht alleen maar van, wat ik nu kan verdienen, kan ik morgen misschien niet verdienen. Snap je? Mm-hmm. Dus ik ging maar door en ja, hier dus je zo, was bang daar dat zo. Je was bang dat je dus zeg maar, dat het van de een op de andere dag zou stoppen of zo. Ja, wat nu basically is gebeurd gewoon met corona. Ja, nu wel, ja. Maar jij hebt wel goed doorgespaard. Ja, ik had, weet je wat het is? Ik keek niet eens op mijn bankrekening, snap je? Nee. Het enige wat ik zag was van, oké, daar is jouw 15k, daar is jouw 8k, daar is jouw 10k. Alles doen. Ja. Ondertussen geen aandacht voor mijn familie, voor mijn gezin. Nee. Mijn matties verwaarloosde ik, mensen die voor me werkten. Alles en iedereen. En ja, ik was ook alleen maar stoned. Ja, ja. Dus weg van de werkelijkheid. Ik was echt weg van de werkelijkheid, ja, ja man. Ja, 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 en ja, basically gewoon toen ik aan de bel trok, zeg maar, toen kwam ik er ook gewoon achter, weet je. Dan ga je praten met professionals, dan hoor je gewoon dat je gewoon echt wel stevig depressief bent, weet je wel. Ja, 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 ja. En ja, het was ook wel voor mij, toen ik die docu moest gaan checken, toen ik die beelden moest gaan terugzien. Ja. Dan komt het weer naar boven, toch? Het was gewoon moeilijk om te zien. Maar toen zat ik er nog in, hoor, toen die shit... Okay. Maar dan confronteert het al. Dus dan loopt die emmer steeds meer over. Ook op het punt dat je eigenlijk rock bottom bent, voor je gevoel. Want ik had wel een situatie waarin... Basically... Ja, ik op het punt stond om mijn gezin kwijt te raken, weet je wel. Meen je? Dus dat ze weg wou gaan bij jou? Ja, man. Want je ziet in die docu ook, toch? Dat ik gewoon... Dat ik in hotellen leef en shit. Ja. Dat deed ik ook wel, man. Ik en was alleen... veel weg, omdat ik alleen wilde zijn. Ik wilde gewoon 's ochtends jonko opsteken en verkeerde dingen doen, snap je? Ja. En eigenlijk heb ik met kerst of zo, toen dacht ik gewoon van ja, ik wil gewoon met mijn gezin te zijn. En die warmte van kerst of zo zette mij om. En toen had ik ook voor Vergeten Kind vorig jaar met een kerstdiner georganiseerd. Nee, dit is niet normaal. Het is echt zeer... Weet je wat ik gisteren probeerde? Ik probeerde gisteren op Facebook een donatieactie te doen, zeg, dat ze kunnen doneren. Yeah. Voor het Vergeten Kind.
Dat is echt een goede instantie. Maar dat is toch niet normaal dat het dan. Dat is sick, ja. Wel vreemd, man. Dat is sick, ja. Dat is bijna geen toeval. Nee. Maar dat was. Die dag. Want weet je wat het is? Je komt op een punt, misschien, dat heb je waarschijnlijk ook gehad, van je geweten knaagt zo aan je dat je het eigenlijk opgeeft, toch? Dat je denkt van, fuck it, ik ben geen leuk mens. Nee. Dus waarom moet ik mijn best doen? Mensen vinden het toch niet echt leuk als ik er ben. Het is gewoon leuk omdat ik heb geld en ik heb roem. Ja. Dus het is leuk om met mij te hangen door de dingen die we kunnen doen. Maar voor mij draait het niet meer, weet je wel? En bij die dag met het vergeten kind, juist die energie van die kid, weet je, ze kwamen binnen, waren heel erg op zichzelf, heel, heel stilletjes. Ja, ja. En eigenlijk op zo'n manier die ik ook niet echt gewend was, omdat mensen best wel hysterisch worden als een bekend iemand vaak zien, weet je wel. Klopt. Ze waren heel rustig en ingetogen en aan het eind van de dag stonden we met z'n allen te zingen en te dansen. Mooi is dat. Het was echt, echt een mooie dag. En toen s'avonds dacht ik gewoon van, ja, ik ben misschien wel gewoon een leuk mens, weet je wel. Ja. En toen ben ik eigenlijk eruit gekropen en heb ik de tijd genomen, heb ik mijn kerstboeking ook afgezegd. En ben kort daarna naar Bali gegaan, echt voor 6 weken. En toen dacht ik van, ik heb die 6 weken rust nodig. Ja. Nou ja, nu heb ik nog steeds rust, want daarna kwam corona. Ja. Dus, maar het is chill, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb tijd genomen om te mediteren. Ik praat met mensen die zelfde situatie hebben gekend. Ja. Was dat niet moeilijk dan in het begin dat je dacht van, met wie kan ik gaan praten? Of zou je niet dat je dacht van, fuck it man, ik kan niet met zo iemand gaan praten, ik ben busy en weet je? Nee, dat had ik niet. Ik had dus wel, wat mij echt een stom mens maakte, is dat ik op het moment dat het heel slecht met mij ging en mensen mij die dicht bij mij waren dat gingen zeggen, dat ik wel zei van, wat ga je mij vertellen? Bro, kijk wat een succes ik heb, ja. Kijk wat jij hebt. Ga mij niks vertellen. Blijf uit mijn buurt met je adviezen. Want of ik liet ze me adviseren, maar het ging zo. Snap je? Ja, je luistert gewoon niet. En toen ik me zo slecht voelde, dacht ik gewoon van ja, puntje bij paaltje, hoe ik het zelf aan het doen ben, werkt niet. Nee. Dat merk ik nu, want ik voel me fucking kut. En ik had het met Yellow Claw al dat ik depressie kreeg, maar ik dacht van, oh ja, ik los het probleem op als ik thuis ben en bij mijn gezin ben. En dat was dus niet zo. Dus ik vond het niet erg eigenlijk om mijn ego aan de kant te zetten en te zeggen van ja, ik ga gewoon met mensen praten, ik ga met professionals praten. En het is ook niet zo dat ik dan daar kom en mijn auto niet voor de deur zet en met petje omlaag naar binnen loop. Nee. Ja, als iemand mij herkent die daar net buiten loopt, whatever, ja, so be it, snap je. Ik denk ook wel dat, hoe ik er nu in sta, kijk, ik train elke dag, ik sport elke dag. Ja, ja, ja. En eigenlijk liet ik mijn geest, sterker nog, ik blode de hele dag door, waardoor ik mijn geest eigenlijk een soort van aan het vermoorden was, terwijl ik mijn lichaam de hele tijd een soort van belangrijk vond. En nu pak ik hetzelfde aan, dus mijn geest en mijn mind en mijn body zijn gewoon eigenlijk allebei, worden ze getraind. Ja, maar ik zag je ook in die doek veel trainen, krachttraining, hè? Ja, dat doe ik veel, man. Ja, dus elke dag train jij? Elke dag. Je zei ook van mijn lichaam is mijn tempel. Dat is maar nu dus ook mijn geest. Ja, ja. Dat is lekker. Dat is lekker echt vrij, lekker. Dan ben je lekker vrij in je gedachten en geen stress misschien meer. Nee, ik maak me ook minder druk. Ik moet ook zeggen dat, kijk, ik ben gedoopt en ik geloofde altijd wel zo van in God. Ja. Maar nu durf ik ook wel iets meer. Nu heb ik wel een beetje van let go, let God. Weet je wel? Dus als dingen echt heel erg geforceerd moeten worden om voor elkaar te krijgen, denk ik van, nou, laten we maar eens gewoon kijken wat er gebeurt. En dan leg ik het in Gods handen, weet je wel? Ja. En dan zal wat eruit komt wel het beste zijn voor het universum of zo. Oké, dat dus, moet of zo. Dat klinkt heel zweverig, maar het was gewoon meer dat zeg maar, als bijvoorbeeld het gewoon onmogelijk was om morgen in New York een video te schieten, dan ging ik het nog fixen. Oké. En dan bleef ik gewoon wakker en mensen bellen tot het gefixt was. En het lukte me ook wel, maar het is gewoon niet gezond, snap je? Nee, en daarbij moet je ook heel veel mensen dan over de streep laten gaan met wat zij kunnen, waardoor je ook niet leuker wordt in hun ogen, snap je? Nee, nee, en dat je niet mensen oplegt of zo wat ze niet gewend zijn. Dat je een druk legt die gewoon niet gezond is, zeg maar. Dus man. En je had een hondje had je vroeg, toch? Tido, man. Ja, man. Dat is mijn, wat was dat voor hond? Franse bulldog. Ah, is dat leuk, ja. Heb jij honden? Ja, man. Ik heb zo'n pocket bully. Pocket bully. Ken je die niet? Nee. Oh, ik wil een foto zien, man. Die zijn dik, wacht toch. Hey, laat me sowieso even mijn jas uittrekken, man. Waarom? Nou, het is niet koud. Moet je die dingen aandoen? Die
ventilatie. En je raakt nu je continuïteit kwijt, hè? Nee, maar het maakt me niet uit. Het is gewoon relaxing. Ja, geen stress, we hebben wat tijd zat, tenminste ik wel. Ik ook, ik ook. Oké, dan doen we gewoon relaxing. Ik heb het niet, maakt niet uit. Ik zeg gewoon zo, waar waren we gebleven? Die dango. Die dango. Oh ja, die dango. Ja, je ziet je hond laten zien. Ik heb mijn hond laten zien, wacht. Even kijken. Wat is dit? Kijk, dit is... Oh, master. Ja. Ja man, een soort van kleine pitbull-achtige... Ja, maar die ja, blijft zo klein, hè? Dat is leuk, ja, dat is leuk. Die blijft zo klein. Dus die is, ah, ze is zo lief. Maar sinds van de week heb ik had een chow chow. En s'nachts werd ze aangevallen door die chow chow. Ja. Oh, hele kop open. Poot open, moest gehecht worden en zo. Oh, wow. En ik sloeg die hond eraf, hè. Die hond had ik al 5 jaar lang. Die, ik sloeg hem, daar wilde hij niet afgaan. Slaan jongens, slaan. Het bleef maar doorgaan. Hij bleef maar doorgaan. Ja. In de nacht ook. In de nacht gewoon. Dus ik was naakt toch, want ik slaap naakt. Nee. Ik ren zo, die lul sloeg zo'n heel blauw oog had ik. Wow. Dus ja, het was al fire. Moest ik die hond wegdoen, man. Ah, was zielig. Oh, je moest die hond is echt vals geworden in de nacht gewoon. Ja, gewoon in de nacht. Die hond had ook een keer benzine gedronken. Gekke Winty gewoon. Ja, Winty had hij. En één keer kreeg hij die dingen. Wow. Maar die andere hond die ik had, die had toen benzine gedronken. Die had, ik heb zo'n motorscooter. Ja. Dus die ging de hele tijd benzine, die lekte die ja, motor. Ja, ging niet van de grond aflikken. Ja. Dus die hond ging rennen, jongen. Echt rennen, niet normaal. En één keer, ja, bam, klaar. Was het afgelopen. Oh. Fire, hè? En dan moet je, serieus, ik heb me kapot gehuild om mijn hond, man. Ja. Ja, bro, dat is... Maar dat die hond is gewoon dat, je kind, man. Ja, natuurlijk is gewoon familie. Maar dat die hond die benzine drinkt en dat dan klaar is. Dat die gewoon gelegen afgelopen, klaar. Ja, ja nou, dat kan je, dat zou, dat kan je ook wel bedenken, dat toch? Dat is fijn, toch? Het is super fucked up. Maar heb je het niet gezien? Ja, ik zag het. Maar ik denk, ik loop naar die hond toe. Ik denk, hij is dood, toch? Maar het was niet dood. Die benzine was op. Ja. Klootzak. Ik had ook deze bij die voetballer gedaan, bij Malen, die zei, hey, en ja, en toen, ik zeg, ja, benzine was op. Dus jij hebt me weer volgegooid. Oh, je moet je vertellen, mijn vrienden, man. Die zegt, oh, weet je wat ik had, hè, vandaag? Die hond, die ging benzine likken, joh, een beetje. Ja, mooi, hè? Ik zat te wachten dat jij ging happen, toch? Dat je ging zeggen, en toen? Maar je zei niks, toch? Je zei, het is wel fijn, man. Nee, ik was van binnen een beetje aan het huilen. Ja, jij dacht echt dat, echt zo. Met je mee. Maar ja. jouw hond. Ja, mijn hond, man. Dat was ook wel het begin van de docu. Was eigenlijk net na de dood van mijn hond. Want hij hield mij wel een soort van sane, man. Ja. Weet je wat het is? Je verandert in mensen hun ogen. Dat is gewoon. Weet je, je kan denken van... iedereen moet normaal doen en ik doe ook gewoon normaal. En dat wil je ook wel. Maar einde van de dag... Het is gek, weet je wel. Ik heb dat ook geleerd nu een beetje van... Het doet iets met de mens. Net als dat als jij in een auto zit, je voelt je powervoller. Want ja, je hebt een auto om je heen. Dus je weet gewoon van, ik kan nu 100. Als jij in één keer op een bureaustoel 100 gaat, voel je je niet veilig, snap je? Ja. Dus als jij met iemand bent... en je komt op een festival en alle deuren gaan open... en iedereen gaat aan de kant, dit, dat, weet je wel. Dat brengt een sfeer met zich mee. Waarin mensen dus toch een soort van anders met je omgaan. Ja, ja. En, omdat je belangrijk bent en zo. Ja, en je hond ziet dat niet. Die voelt dat niet. Nee. Die krijgt dat niet mee. Het enige wat die wil is gewoon loyaal zijn naar jou en je liefde, weet je. Ja, dat je liefde hem geven. Aandacht en zo. Dus dat was voor mij best wel een, gewoon een rots, weet je wel, die dan wegviel. Ja, en, man, dit, Maar geen nieuwe hond nemen? Nog niet, man. Ik moet ook zeggen dat nu laatst had ik wel een nestje gezien met de Boston Terriers. Dat vind ik die echt, zijn ook leuk. Ja, die vind ik echt maar. Ze zijn ook wat gezonder. Atletisch ook, ja. Ja, ze zien er totaal niet gangster uit en ze zijn ook niet per se heel atletisch. Hoeft ook niet, man. Als ze maar ze zijn gewoon heel grappig, vind ik ze. Maar toen, ja, wij zitten nu ook een beetje met ons achterhoofd van ja, wellicht gaan we binnen nu en een korte periode in Bali wonen. Ja, man. En dan neem ik liever daar. Een paar van die zwerfhonden in de tuin, weet je wel. Oh ja, is beter, man. Die lopen daar alleen maar rond, hè? Die lopen daar fucking veel rond. Maar het valt mee, hoor. Want je denkt van, oké, het zijn allemaal zwerfhonden. Maar s'avonds zie je er geen één. Meen je niet? Want ze wonen dus gewoon... Zeg maar, mensen gaan daar anders met de hond om dan hier. Ja. Zeg maar, hier als jij een hond hebt, die hond van jou, die loopt niet naar 3 wijken verderop om te kijken of daar een teefje is. Om, nee. Nou, dat is in Bali wel. Daar gaan die honden gewoon naar het strand. Weet je, als je daar met zonsondergang gaat, op een of andere manier vinden honden dat dan leuk of zo. Maar het hele strand zit vol met honden die aan het spelen zijn, aan het rennen zijn. En dan denk je van, dit zijn allemaal zwerfhonden. En dat zijn ze ook wel, sommige.
Maar heel veel hebben gewoon een baas. Het is wel dik, hè? Dit, hè? Het is, ik vind het echt dik. Oh, heel mooi, man. Ik had vroeger trouwens, want dit is natuurlijk dicht bij mijn huis. Zullen we uitstappen? Ik ga hem roepen, ik kon niet. Gaan we hem roepen, ja, maar hij woont volgens mij niet meer. Oh. Er zit nu gewoon helemaal niemand. Maxima, kom niet. Hey bro, luister, ik heb een vriendinnetje gehad. Ja? Ik heb hier gezwommen in het zwembad. Meen je? Ik heb een vriendinnetje gehad, die woont daar. Het was, ze heet ook van de achternaam De La Rambelle. Dat was zo'n Indisch meisje. Maar haar familie of zo, of zelfs vrienden, die waren bevriend met hun. No lie. Nee, en als ze soms wegging of wat dan ook, dan gingen hun wel eens oppassen op het huis. En ik ben hier gewoon een keer geweest, man. Nee, en hoe is het dan binnen? Is het gewoon beveiligd? Ja, het is koud nog groot, maar je komt, ik ben echt zeg maar nog niet eens op de helft geweest. Zeg maar. Oh, dat is wel een ding, hè? Ja, ongelooflijk. Ik ben er nooit geweest, man. Maar ik reed vroeger vaak in deze wijk, ging ik ronddraaien en dan kon ik me niet voorstellen hoe het kon dat mensen zulke huis konden kopen. Ja. Dan wilde ik dat echt. En nu wilde heb je dat echt. Ja, nu hebben we er een hele hoop huizen. Ja. Oh, je doet ook investeren in huizen? Ja, zo? Ik ben wel een beetje een huisjesmelker, belegger. Ja, goeie, man. Echt? Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Dat is ook wel iets wat nu gewoon heel veel rust geeft, weet je wel. Want je weet gewoon van. Dat is ook wat ik niet door had in die tijd van de docu. Van ik moest maar door. Ja. En nu merk ik eigenlijk van, hé. Hey, ik ben eigenlijk gewoon settled, man. Het is wel goed, weet je wel? Ja, ja. Tuurlijk, je wilt meer voor de sport, zeg maar. Uit je handelsgeest, uit je ondernemerschap. Dat je meer wilt. Ja, je wilt gewoon uitdagingen. Ja, ja. En het is leuk, weet je wel. Nu zijn we aan het bouwen in Bali, dat is gewoon vet, snap je? En dan zie je die dingen, je moet dingen uitkiezen, dus dat is heel leuk. Maar het geeft wel heel erg rust om het feit van, eigenlijk hebben we gewoon genoeg. Ja. En november ook. Ja. Dus dat is wel een realisatiemomentje geweest. Maar ja, dat is wel deze buurt gaf mij wel die inspiratie. Omdat ik dan die huizen zag en gewoon dacht van... Ja, die mensen hebben ook handen en voeten. Dat moet ik ook kunnen, snap je? Ja, maar wel vet, man, dat je dat gewoon... Maar waarom ga je naar Bali? Gewoon heel weg uit Nederland? Rust? Ik heb gewoon wel zoiets van... Ik ben nu wel met de laatste chapter van mijn carrière bezig. Ik bedoel, ik ben echt lang bezig al, snap je? Ja. Ik heb solo geprobeerd, dat is niet echt gelukt. De eerste keer? Ja. En toen ging je naar Yellow Claw? Toen ging ik met Don Diablo. Had ik het met Don Diablo, toen ging ik toeren. Dat ging eigenlijk best wel goed. Toen ging ik solo, omdat heel veel mensen mij wilden hebben als MC. Maar dat konden ze eerst niet, omdat ik altijd met Don Diablo was. Dus toen ging ik solo. En dan in één keer wilde iedereen me hebben, want ja, ik had dat prijskaartje van Don Diablo aan me hangen, weet je wel. Dus dat werkte goed. Ja. En toen zat ik op mijn plafond en toen kende ik Jim al. En toen zijn we eigenlijk samen met Niels erbij Yellow Claw gestart. Ja. Omdat ik zat op mijn plafond. Ja. Dus ik kon nog meer groeien. Nou ja, toen hebben we de hele wereld een soort van gehijacked. En toen was ik eigenlijk wel een beetje klaar met toeren. Ja. Mijn zoontje was 3 maanden. Ja, dat ik wilde er gewoon ook bij zijn. Dat je gewoon heimwee had naar huis. En ik dat had je echt last van heimwee. Ik was echt... Ik wil dood zelfs. Dat dacht bro, dat. Ik heb die gedachten serieus gehad. En, ik ook hoor. Echt. En ja, weet je wat het is? Kijk, ik heb het gelukkig niet mee hoeven maken hoe het is om depressief te zijn en skeer. Maar depressief en heel veel luxe om je heen werkt ook niet echt. Nee. Dus ook heel, wordt ook mentaal wel een soort van raar spelletje, weet je wel. Dus ja, toen ben ik eigenlijk weer gestopt met Yellow Claw. Helemaal op Nederland gaan focussen, busy. En toen dacht ik al van, nou ja, kijken of het lukt. Als het niet lukt, gaan we dan zien wat we doen, weet je wel. Nou ja, het is gelukt. En nu wil ik eigenlijk gewoon die Latijns-Amerikaanse markt even bomberosje. Ja, veroveren daar ook. En dan vind ik het wel mooi geweest. En dan ga ik gewoon in Bali wonen en dan word ik niet herkend. Oh. En misschien dat ik dan in Nederland optreed in de zomer, weet je. Want die kleine van mij die gaat dan 2 maanden, heeft die zomervakantie. Dan komen we natuurlijk gewoon naar Nederland. Ook omdat ik mijn familie wel ga missen. En vrienden die hier zitten. Ja. Dus ja, dan ga je gewoon lekker hier op vakantie. En je ouders, dan die laat je ook gewoon hier? Ja, mijn ouders laat ik hier, maar die kunnen wel mee. Ik heb wel een gasthuis voor ze en ik heb ook gezegd van ja, als jullie mee willen, dat kan gewoon, snap lekker, je? Man. Dus, mooi. En je zus dan? Ja, mijn zus die wil gewoon hier blijven. Ja, die wil hier blijven. Dus, nee, maar dat is wel jammer. Dat vind ik, dat is wel lullig, want mijn neefje en mijn zoontje zijn echt dit, weet je wel. Ja. Dus, oh, dus die gaan uit elkaar. Dat is wel fucked up. Maar ja, kijk, aan de andere kant. Je haalt daar zoveel levenskwaliteit meer dan in Nederland, zeg maar, wat betreft. Weet je, iedereen heeft daar buiten. Ik hou heel erg van surfen, weet je, surfen. Ja. Dirtbike een beetje, gewoon random over de stranden scheuren. Gewoon genieten, snap je, gekke shit. En misschien begin ik daar, weet ik veel, een eetentje wat stil zit. Is misschien ook niet
de juiste motion. Nee, misschien ga je vervelen dan weer. Dus ik ga wel wat doen, maar meer gewoon iets waar je dan, weet ik veel, dat je even op je scootertje stapt of op je motor en dat je er even heen schudt, even kijken hoe het daar gaat en dan weer, je weet toch? Mooi hoor. Weet je wat je ook kan doen daar? Je kan gewoon een programma gaan maken. Ik kan ook inderdaad gewoon, mijn vrouw gaat nu best wel dik met de Instagram. Ja? En wij gaan nu wel kijken van, met de opdrachten die ze heeft, met een paar dingen die echt vastlopen, gaan we wel kijken van neem het gewoon mee en hoe dat dan werkt, of dat dan beter werkt, of dat het te ver weg voelt voor de mensen, weet je wel, of dat het gewoon kan. Dus we gaan wel inderdaad een beetje de Nederlandse markt proberen vast te houden ook vanaf daar, dus kijken. Dat je een soort zangprogramma ook daar gaat doen, dat Nederlandse zangers en rappers en zo daarheen komen. Naar mij toe komen, ja. En dan daar opnemen, mooie locatie en dat is wel vet, man. Ja, ik had ook al wel bedacht van, hé, dit is wel dope om gewoon één villa, want ik heb er een paar, zeg maar. Ik ben er drie aan het bouwen. Ja, lekker gaat toch? Maar lekker, ik dacht van, ik kan ook eentje als soort van riding camp, weet je wel? Voor mijn label, voor bij het label Top Notch Noah's Ark, dat dan de artiesten daarvan daar komen, dat ik het een beetje begeleid dan of zo. Maar ja, al die boys smoken natuurlijk de hand hoeveel jonkel. Oh, en daar kan dat niet, hè? Nou, het is gevaarlijk, snap je? Dus ik wil niet om mijn geweten hebben dat dan straks iemand 16 jaar voor een joint achter de tralies zit voor jonkel. Snap je? Dat is wel meer kloten, man. Want iedereen die wil relaxen. Kijk die dingen hier, wat is dat dan? Ik weet het niet, man. Een gekke eend met een gek gezwellig voor. Die dikke naad. Hey, maar je vrouw, hoe heb je haar ontmoet? Op 7th Sunday in Erp. Erp? Erp, dat is een festival dicht bij Den Bosch. Oké. Okay. Of een plaats dicht bij Den Bosch en 7th Sunday heet het festival. Ja. Yeah. Ik was daar, ik was de skeerste MC ongeveer op het hele festival. Want ik had ik stond er een soort van achteraf podiumpje. Ja. Yeah. En er was niemand. En ineens kwamen haar vriendinnen en zo, die kwamen daar. En toen dacht ik van, ja, deze voel ik wel. En we hadden hun al zien lopen. Ik was gewoon met homies toen. En we gingen ook niet echt. Vrienden ging drol toen, snap je? Dus wij gingen gewoon meer voordat je gratis op een festival kon zijn en precies. Kon chillen. En ik zag haar al lopen. De volgende dag dacht ik van, ze heeft wel een beetje swag, snap je? Ik voel haar stijl wel. En toen heb ik er gewoon een beetje van naar me toe geroepen. En ging ik snel het podium af en dan zei ik, ik ben sowieso laat klaar, kom je dan nog even chillen, weet je wel? Ja. En daarna hebben we eigenlijk gewoon elkaar niet meer echt losgelaten. Mooi, man. In het begin wel tijd nodig om mijn wilde haren te verliezen, zeg maar. Maar we chillden ook gewoon. Ik zei ook tegen haar van, ja, je moet niet verliezen, ik ben er niet over mijn ex heen. Dat is natuurlijk wel zo netjes dat je een beetje eerlijk bent. Maar veel mensen zeggen dat niet. Ik heb dat wel geprobeerd op die manier een beetje dat ik het allemaal kon, zeg maar. Maar na een tijdje merkte ik ook dat ik de meisje waar ik mee chillde eigenlijk niet meer boeiend vond. En toen eigenlijk zijn we echt steady gegaan en nu zijn we 11 jaar verder, ja. 11 jaar alweer? 11 jaar, Jezus, man. En dat had ik ook gezien in een interview van jou, dat je haar 20 euro moest vragen, toch? Dat je niet meer kon denken, toch? Brada, ik heb haar... toen ze kwam, ik had haar dus op dat festival ontmoet, toen ben ik een keer, toen ik nog in het zuiden moest, want zij woonde toen in Eindhoven, ben ik langs haar huis gereden en toen echt onze eerste date dat ze naar mij toe kwam. Ja, ik dacht van, we gaan wel ergens eten of zo. Dus ik had een beetje doekoe, maar ik had gewoon niet eens meer genoeg geld om met mijn auto naar huis te rijden, man. Zeg maar, de benzine was gewoon op, net als die van je hond, weet je. Dus ik zei gewoon, toen ik haar afzette, van ja, heb je misschien 2 donnies voor me? En zij dacht echt gewoon van, weer zo'n guy. Toch? Ja, ja. Oh, weer gewoon hoofdpijn. Maar ja, eindstand... Heb ik haar het geld nooit teruggegeven. Ik heb haar dus laatst, toen wij 11 jaar samen waren, heb ik in een fotolijstje heb ik 20 euro gedaan. Ja. En erbij gezet van the best things in life are free. Mooi, man. Ja, toch? Ach, mooi. Nou, dat is wel leuk. En je hebt een knappe zoon, man. Ik zag het in de Videoland met... Wat heeft die vlechtjes haar? Hij heeft dreadlocks, man. Ja, mooi, hè? Bro, ik had dreadlocks in mijn yellow cloud tijd, zeg maar. Oké. Okay. En ik wilde dus... Ik dacht, oké, hard. Ik heb straks een mini-me, toch? Mijn zoon krijgt ook dreads. Hij komt naar buiten. Hij is gewoon wit. Hij heeft witte haren, hij is stijl, glad. Dus ik dacht, oké, wat gaan we doen? Dus in het begin dacht ik gewoon van, ja, dat kunnen we niet maken, weet je. Je kunt een jongen geen dreadlocks geven. En ja, toen liet het gewoon groeien. En toen dacht ik na een tijdje, ja, fuck it, we gaan het gewoon proberen. En nu is ze fucking hard. Ja. Weet je, mooi, ik denk dat deze man echt gaat vermoorden straks. Man. Ja, hè? Knappe jongen. En hij gaat die wel echt, meisjes verdrietig maken.
mijn vrouw zegt ook echt van, je moet mij eens goed behandelen. Die is er nu helemaal aan het instampen natuurlijk. Oh ja, nu al. Dat hij niet helemaal gek wordt straks. Dat hij echt inderdaad niet gek wordt. Want hij ziet mijn video's wel af en toe voorbij komen en hij hoort de nummers. Dus hij is een soort van dubbele bewaking aan het houden, toch, op die shit. Maar het is een lieve jongen, man. En hij zit ook op een basisschool, even net buiten Amersfoort. Het is wat rustiger, die kinderen kennen mij daar ook nog niet. Nee? Oh, dan heb je geluk. Nee, dat is wel chill. Die kids zijn allemaal... tenminste van zijn jaar, zeg maar. Die kennen hem niet. Hij zit in groep 1, 2, zeg maar, gedeeld. Maar die kids, die weten niet wie ik ben. Mm. En we gingen naar Amersfoort. Dat had ik liever gedaan, want ik wilde gewoon... Je weet toch, dat hij wel een duidelijk beeld van wat de maatschappij inhoudt meekrijgt. Maar ik kwam daar op het schoolplein gelijk. Wauw, busy, gekke ruïne op schoolplein en zo, ja. Jij kan niet naar de Albert Heijn of zo, of wel? Ik ga gewoon naar de Albert Heijn. Ja. Nu kijken mensen me boos aan omdat ik zogenaamd volgens hun niet meedoe. Ja. Omdat ik geen mondkap draag, want dat vergeet ik gewoon heel vaak. Oh ja, ja. En ik word belaagd door kids. Maar ik ga wel gewoon, want ik vind het bullshit, man. Ik bedoel, waarom zou ik niet gaan, snap je? Ja, ja. Plus, als jij dus heel lang naar... Ik ga dus wel naar dezelfde altijd. Ja, 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 ja. En dan is het gewoon... Dat is normaal, wordt het op een gegeven moment normaal. Ja, ze gaan niet nu elke keer. Ik kom er ook best vaak, snap je? Want ik ben ook slecht in boodschappen doen. En ik eet ook gewoon wat in mijn koelkast ligt. Altijd gewoon totdat het er niet meer ligt. En dat doe ik vaak in een dag. Dus dan de volgende dag moet ik toch weer. Ja. Hey, en dat filmpje van ik doe niet meer mee. Ja, fucked up. Ja man, was wel Het was heel fucked up, Ik moet wel zeggen, dat heb ik er spijt van. Wel de manier waarop het gegaan is. Uh-huh. Omdat het kwam niet over wat wij bedoelden. Of althans wat ik bedoelde. Want we hadden natuurlijk gewoon, we hebben er gewoon een DJ chat groep, zeg maar. Yeah. Op WhatsApp. En er zitten gewoon DJ's in als Chucky, Hardwell, Party Squad, al die gasten, weet je wel, van vroeger eigenlijk. Ja. En we waren gewoon gefrustreerd, snap je? En toen was het net die nieuwe persconferentie geweest. En eigenlijk uit emotie was het van, ja, we gaan nu dit doen met z'n allen. Ja, precies. Maar ja, wat wij bedoelden was van, we doen niet meer mee met soort van blind volgen wat ons wordt opgelegd. Want er zijn natuurlijk gewoon een hele hoop dingen waar je vragen bij mag stellen, naar mijn mening, toch? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je nu ook kijkt naar die... over een vaccinatie, van oké, het is niet verplicht, maar je mag niet in openbare ruimte komen. Dus je moet wel, want ja, hoe ga je je rijbewijs ophalen? Hoe ga je je paspoort ophalen als je niet in een gemeentehuis mag komen, snap je? Ja. Dus basically moet je gewoon gevaccineerd worden. Kijk, dat vind ik een raar gegeven. Zeg dan gewoon van, niggas, luister, we verplichten die shit. Ja. Het is niet anders, we verplichten het. Take it or leave it. Verhuis naar een ander land of naar een andere planeet. Maar wij gaan jullie gewoon opleggen dat dit moet. Ja. Het is jouw lichaam, maar wij bepalen wat je ermee doet. Dan is het in ieder geval duidelijk en eerlijk. Ja. Die politieke shit, daar fok ik niet mee. Ja, dat bedoelde ik gewoon... Ze zeggen nu eigenlijk wel al dat, maar op een lieve manier. Ik zeg tegen mijn zoon van, luister. Je mag vandaag de hele dag ijs eten, maar ik zet vanavond je haar in de fik. Ja. Of je eet gewoon met ons mee en ik laat je haar met rust. Ja, ja. Dus het is aan jou de keuze. Ja, dat is toch geen keus? Nee. Snap je? Dus dat is meer wat ik heb van... Ik doe niet meer mee met blind alles maar aannemen van... Dit is de beste keuze die voor mij gemaakt wordt nu. Ja, ja. Daar doe ik niet meer aan mee. En dat mag je zeggen, toch? Dat mag je naar mijn mening zeggen. Maar ja, media vinden het natuurlijk heerlijk. Die willen gewoon zeggen van... Luister, er zijn allemaal influencers en artiesten die nu zeggen... dat de kids niet meer mee moeten doen met de maatregelen. Terwijl dat is niet wat ik wil. Nee. En dat is niet wat ik zeg. Want ik hou mij gewoon aan de maatregelen. Als ik in een ruimte kom waar mensen willen dat ik mijn handen desinfecteer... een mondkapje moet dragen, doe ik dat met alle liefde. Als die mensen dat chill vinden, dan doe ik dat gewoon. Weet je. Ja. Ik ben echt niet zo'n moeilijke guy die een punt probeert te maken. Het is gewoon meer van... Ja, het was ook niet als busy, want ik wist wel dat het niet... Het was geen mediastunt waarin je enige kans van populairder werd. Want dat wist ik wel. Ja, ja. Dus ik deed het wel echt als mens. Als gewoon als Leo, snap je? Ja, ja. Maar het went sideways. ontzettend, ontzettend verkeerd opgepakt. En ik had echt daarna een sterrenwedstrijd. En toen kwam Glenn Helder nog naar me toe. En die zei nog van, bro, ik ben niet met je eens, maar je bent een goede gozer, man. Yeah. Toen zei ik al van, waar ben je niet mee eens, man? Laat me dan uitleggen. Niemand neemt de tijd om verder te kijken dan die, ik doe niet meer mee. En ja, de media zei gewoon... Al die programma's, al die kopstukken van nu.nl tot shownieuws, tot RTL Boulevard, tot gewoon het NOS-journaal. Zeiden van, een groep influencers zegt nu dat je niet meer mee moet doen. Ja, en dan laten ze ook nog eens mevrouw Louise de woord staan bij Jinek. Ja, dan...
Ja. Ja, die, ja. Ja. Dus okay, ja, ja, was kut. Ja, kut, was kut. Daarom ben ik ook wel even naar Cura gegaan, hoor. Dat ik dacht van, ja, weet weg. Je, even weg van hier gewoon. Even weg van het gezeik. Want mensen waren echt boos. Terwijl, weet je wel, dat is gewoon, je krijgt gewoon niet de kans om je te verwoorden. Die krijg je wel, maar dan moet je bij een Jinek gaan zitten. Waar dan allemaal mensen zitten die... Ja, die tegen je zijn. Eén, tegen me zijn. Twee, tering goed getraind zijn in live televisie. En daar gewoon vet goed manipulatief te praten. Ja, kijk, ik kan niet, ik ben nu op mijn bekje gevallen, maar ik ga het daar niet winnen, dat weet ik. Dus ik ga daar gewoon niet heen. Ik nam mijn verlies voor wat het was. Mm-hmm. En ik heb ook iedereen die je daar wel hebt gezien, geadviseerd om niet te gaan. En met mij vele anderen. Maar ja, mensen zijn gewoon toch erheen gegaan, weet je. Ja. Hey, hoe is het met jou, Femke? Ja. Want ik zag in die docu ook, ze probeerde een beetje jouw aandacht te krijgen, geloof ik. Want toen jullie award had gewonnen, toch? Ja. Maar jij kijkt niet, hè? Nee, ik moet ook zeggen dat, toen ik die beelden later zag, zag ik dat ze er zo erg mee bezig was. Dat was mij redelijk ontgaan. Nee, ik vind haar gewoon, zij doet haar ding, ik doe mijn ding. En that's it. Ja. Voor mij is dat gewoon het... Klaar. Ja, is dat wel redelijk. Want jij hebt haar ontdekt, toch? Als het om muzikaal gebied gaat, als het om, laten we zeggen, waar zij nu bekend voor is. Ja, ik denk wel dat daar een groot deel JJ Boske en Busy achter zitten. Ja. En natuurlijk ook Pearl Minaj van Frames. Die was haar day-to-day manager, zeg maar. Oké. Okay. En dat ik denk... Maar wat was de reden dan dat ze wegging? Ja, dat moet je haar vragen, bro. Haar hersenen, ik snap haar denkwijze niet. Ik weet het niet, bro. Weet je, zij was niet tevreden, het was te hard en ik zou dit hebben gezegd en dat. Maar ja, weet je, het was ook, het bloedde ook dood. Want zij natuurlijk een vriendje, Ronnie Flex. Ja. Shout-out Ronnie Flex trouwens, goede homie van me. Topper. Maar toen wilde ze bij Spek. Dat vond ze toen ineens heel vet. Okay. En ja, daarna kregen ze een ander vriendje. Toen is ze dat management gegaan en volgens mij zit ze daar ook al niet meer. Hoe is het nou hier af? Terug naar mijn kantoor? Ja? Ja, dat is hier naar links. Ja. Hier deze gelijk? Nee, volgende. Ik heb nog een cadeautje voor je trouwens, man. Nog iets meegenomen voor je. Moet je even kijken of... Ik weet niet... Ik heb het gezien op de video, maar ik weet voor de rest niet hoe het eruit ziet. Your custom. Zet je me... Hey, master, man. Hey, dit is lauw, man. Ja, vind je het mooi? Ja, dit is koud hoor. Ik ben een... Kijk, ik weet niet of je... narcistisch genoeg om dit gewoon met trots te dragen, hoor. Ja, ik hoef dit wel, man. An artist cannot fail. It is a success by one. November, hard, man. November ook trap? Ja, toch. Mooi, man. Hier, mooi. Thanks, man. Ja, alsjeblieft. Ja, dope. Leuk. Doe je links, hè? Ja. Gaan we een sigaretje roken? Een beetje weg. Nee, man. We kunnen gewoon chillen, ouwe. Kom maar, we gaan lekker een sigaretje roken. Ja, aanstik. Was je van mij? Ja. Oh, ik moet hem uitdoen. Yes, mensen. Busy. Topgozer. Lieve jongen, vind ik het. En... mooi verhaal en hij heeft het goed gedaan. Ga ze docu kijken op Videoland. En zie je ook de keerzijde. Maar hij heeft het echt goed gedaan, man. En ik ben blij voor hem dat het weer goed met hem gaat. En dat we weer lekker kunnen genieten van zijn muziek. Yes, bedankt voor het kijken. En we gaan weer door naar de volgende. Love.